Dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog van Familie de Lang. Het is vandaag zondag. Zondag, ja. En de week gaat zo voorbij, echt niet normaal. Ik heb alweer school. Ja, nou, echt. Maar goed, Angelina die is weer naar de musicalschool geweest. En die had een dansje geleerd vandaag. Van, dat zei ze tegen mij, ze zegt van musical, uit de musical Tarzan. Dus ik zeg... dat is een andere. Welke zei ik nou? Zo van het intro liedje. Oh, ik kom er nou niet meer op. Zullen we dit? Nee, die zei ik eerst niet. Welke zei ik nou eerst? Nou ja, goed. Dus als ik er nog op kom, dan laat ik het weten. Maar daarna zei ze nee. Dat is diegene van het stukje met de aap. En dat die... het kamp vernield en dat soort dingen. Dus waarop ik in één keer begon te zingen. Shoo-bidoop, doo-bidoop, 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 da of zo. Maar nee, dit gaat en dat kijk, is het dus. Maar... ik zing het even. Shoo-bidoop, shoo-bida, shoo-bidoop, da-da-da-da-da. En zo verder. Maar daar hebben we dus een dansje op bedacht. En die wil ze even laten zien aan mij. Dus ik ga even genieten van haar. Doei. Kijken jullie mee? Nee. Zo moet ik niet beginnen. Ja. Hoi. Ik ben Angela. Dat is hier. Oké. 5, 6, 6. Dat was het. Maar dat daar. Gelijk achter elkaar. Toppetje. Dus. En we kijken een vlog van onszelf. Ja, en we zijn inderdaad de familievlogs aan het terugkijken. En het is zo grappig. En we zijn nu... we hebben mijn sleutelbeen had gebroken. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, het is zo grappig om dat allemaal terug te zien. En zo frustrerend om mezelf terug te zien toen ik nog wat dikker was. En niet dat daar wat mis mee was en natuurlijk en zo. Want persoon ben ik zelf gebleven. Maar het is gewoon zo frustrerend om het te zien. Maar we zijn nu de vlog van mij toen ik 10 was aan het kijken bij het kinderfeestje. Ja. En ik ben nu al bijna 12. Over een week. Ja. Oh. Maar goed. En het is dus zo dat ik al een hele tijd, bijna 3 weken geleden of zo, de laatste vlog online heb gegooid. En dat komt gewoon omdat ik zelf nog steeds zo in de put zit met mezelf. En ja, daar wil ik het nu even allemaal niet over hebben. Maar goed, het is wel dat gewoon meespeelt. Waardoor ik gewoon echt haast geen puff energie en dat soort dingen heb. Om nieuwe vlogs te maken. En ik had zoiets van, ik moet nu verder wel wat gaan doen eraan. Dus na deze vlog krijgen jullie onze Disneyland Parijs vlog te zien. En omdat het dan over Disneyland gaat, heb ik even wat leuke foto's bij elkaar gezocht. Van Luciano toen hij klein was. En van nu, zeg maar, dat we in Disney zijn geweest. Dus die ga ik even hier zo achter zetten. En ja... Dan hoop ik dat jullie dat superleuk gaan vinden zometeen. Oh ja, en een applausje voor mama, want zij is heel druk bezig nu ook nog met het video editen. Inderdaad, ik ben ook nog aan het editen heel snel. Heel veel. En heel veel nu en ja. Van maar goed, drie ik doe dagen het op mijn gemak. Hebben we al volgens mij 16 uur, bij 24 uur of zo, bij elkaar gefilmd. Zelfs meer. 24 uur? Nee joh. Nee, ik bedoel bij het geheel dat we ze 24 uur samen bij elkaar hebben gefilmd of qua filmpjes. Van bij Disney bedoel jij? Ja. Ja. Maar we gaan niet te veel weggeven wat we allemaal in Disney hebben gedaan, want dat kunnen ze laten zien. Echt. Dus dat is wel superleuk. De foto's zijn echt superleuk, want we hadden zo'n kaart waar je allemaal foto's op kan zetten. Ja, dat zeker. Dat super. De fotopass hadden we en hebben we heel veel foto's op kunnen doen. En... al met al, we hebben echt een super leuke trip gehad. Maar we vertellen nu even niks meer verder daarover. Verder met Naomi gaat het super goed. En met Luciano gaat het super goed. En met Ferdinand gaat het volgens mij ook wel super goed. Beetje teleurgesteld in Max vandaag. Nee, teleurgesteld in Louis.
Dus ja, Lewis die weer lekker bezig was. En Max van de weg wilde duwen, waardoor Max in één keer bovenop de auto terecht kwam van Lewis. Maar goed, eigen schuld, dikke bult, zeg ik dan maar. Allebei eruit. Maar en... ondertussen krijgt nu Max wel, ja, hoe noem je dat? Straf. Strafpunten. En wat wil jij zeggen? En mama, gaat het ook goed mee? Beetje. Niet zo best. Maar dat is dus gewoon vanwege mijn fibromyalgie klachten. En dat het gewoon echt niet, niet echt helemaal top gaat. En met mij gaat het ook super goed, want het heeft helemaal niet gepraat. Oh, en met Angelina gaat het uitstekend, zoals jullie zien. Die is nog steeds dezelfde. Angelina is gewoon nog steeds een diva, zoals jullie zien. Nee, wat zeg jij? Hallo, die hoe durf jij met mij te babbelen? Dat is een nerd. Nee, dat is 2016, hè? We leven nu in 2021. Ja. Wat is daar de quote van dan? Kijk. Dat is nu een tik. Oh ja, lele. Ik voel me bloed weer zo. Oh ja, lele. Dans als een koning, doe je zo. Dat is 2001. En ze gaf vandaag nog aan dat ze geen K3-fan meer was. Nee. Ik weet niet hoor, maar volgens mij wil zij de nieuwe Klaasje worden. Nee. Nou, net straks vanmiddag zei nog wat anders van, ik wou de audities doen hoor. Ik wil Klaasje wel invallen. Ja, ik wil Klaasje wel invallen, maar dat is grappig. Omdat ik heel goed met klein kindje ben. Vooral mijn neefje. Achterneefje. Ja. Ja, is ook leuk. Ik heb weer contact met mijn nichtje. En ik ben super. En hun hebben dus voor het eerst ook mijn nichtje gezien. En mijn achterneefjes ook gezien. Nou, echt superleuk. En ik hoop snel weer af te kunnen spreken. Mm-hmm. In ieder geval met de verjaardag zouden ze kijken of ze konden komen. Dus dat wordt wel leuk. Nou, verder is mama, het... ik heb een vraag. Even nu kijken naar de foto's van toen en nu. Veel Let's plezier! Go. Schattig om te zien hoe klein Luciano daar gewoon nog was. En hoe anders ik daar eruit zag. Echt, ja, ik vind het eigenlijk wel super leuk om dat te vergelijken. En het was namelijk 2009, dus het is echt gewoon al ruim bijna 12 jaar sowieso geleden.
dat we daar zijn geweest toen in Disneyland. Dus dat was echt geweldig. En dat nu gewoon zo'n kerel is geworden. Die al in de tweede zit. En ja, gaat kijken welke richting die op wil en alles. Dus ik ben echt trots op hem. En ik heb ook gezegd, volg je hart wat je wil doen. En dan komt het vast en zeker goed. Dus. Maar duimpjes omhoog. En voor nu ga ik hem nu even afsluiten. En ik zie jullie morgenochtend weer. Later. Hoi. Goedemorgen. Nee, welkom bij een nieuwe dag. Goedendag. Naomi is ook alweer wakker. Ja. En wat ga ik? Ik heb een appje gekregen van Bellingaat. Ja, maar ik had een reactie geplaatst bij Farah Bellinga. Met dat ik ja, hun inspiraties heel vaak overneem. Wat ze met de kinderen doen. Maar ook dat ik mezelf herken in hun. En dat vond ik wel super leuk. En had niet verwacht. Ik had dat neergezet. Maar ik had dus niet verwacht dat ik er een berichtje op terug kreeg. Van super bedankt. En hartstikke leuk. Noem maar op. Ik ga Bellinga's kijken. En nu zijn we dus de Bellinga's aan het kijken. En Naomi is echt helemaal weg van de Bellinga's. Dus ja. Hopelijk kunnen we de Bellinga's ook een keertje gaan zien, hè? Dat zal wel leuk zijn. Ja. Dan kan je Luan en Lucilla en Lucie even naar zwaaien. Nee, spelen. Oh, mee spelen? Oh, dat zal ook wel leuk zijn. Ik wil een keertje mee spelen, maar ik zit niet in de klasroom met hem. Ik zit naar de basisschool. Nee, jij zit op de basisschool. Maar Luan zit ook op de basisschool en Lucilla en Lucie. Maar nee, Lucie nog niet. Maar goed, maakt niet uit. Maar dat vond ik wel super leuk. En ja, het is nu 8:00. Ik ga de tas klaarmaken en dan gaan we naar school. Pizza. Zo. Nou. Naar de bomen. Naomi en Angelina naar school toe. Luciano is ook al naar school, maar die was al veel eerder naar school toe. Die gaat om 7:30 of zo al richting school. Want dan staat hij op een rotonde daar. Zo staan ze met z'n allen te wachten. En dan gaan fietsen ze op een gegeven moment met z'n heel groepje naar school toe. Ja, krijg je als je ouder wordt, hè. En dan wacht je op elkaar en echt chill en noem maar op. Maar goed. Ik wil even een update geven over mij. Het gaat met mij eigenlijk bergafwaarts. Echt heel erg balen. Ik heb zoveel pijn in mijn lichaam dat echt niet te doen is. Ik ben zelf iemand die niet zo snel medicatie inneemt. En als ik dat wel inneem, dan zit het gewoon echt heel erg hoog de pijn. Ik zit nu aan de 3 keer daags... drie keer daags en dan 2 paracetamols per keer. Ik had begrepen van de arboarts dat ik ook naar de 4 keer mocht gaan. Als dat nodig zou moeten zijn. Dus ik hou het nu even hier nog op. En daarna kijk ik wel even verder. Ik doe eventjes de tv zachter. Want de belling gaat staan op. Dus, maar goed. Het is echt gewoon zelfs zo dat ik gewoon de ergo heb tegen me gezegd van nou, zorgtaak kan jij dus echt niet meer doen. Maar ja, wat dan? Wat zou ik wel kunnen doen dan? Ik moet juist denken aan de dingen wat ik wel zou kunnen doen. Nou, momenteel is het zelfs zo erg dat ik, als ik in mijn huis bezig ben en weet je, ik heb Naomi weer aangekleed, dan heb ik al pijn in mijn armen. Doe ik stofzuigen, nou dan... Dan ben ik helemaal dat ik even op de bank moet gaan liggen. Het is echt drama. Maar goed. Ja. Wat ik wel kan, dan moet ik dus naar kijken. En binnenkort word ik gebeld door een arbeidsdeskundige arts vanuit het UWV. En dan gaan we daar mee aan de slag. Want ik word gek van het thuis zitten. Ik doe nu momenteel wel 2 keer daags een uurtje wandelen met een bewoner. En nou, ik moet zeggen, 1/2 uur wandelen, dat lukt me wel. Maar die bewoner die is gewoon veel beter te been dan wat ik ben. Lichamelijk. Echt? Hoe dan? Vraag ik me af. Dus ja. Ik heb zoiets van wat ik kan doen en wat me lukt, dat doe ik zeker nog. En anders lig ik plat op de bank. En soms is het zelfs zo erg dat ik gewoon ook niet kan liggen, niet zitten, niet staan, niet lopen. En dan, ja, dan zit ik even, dan ga ik weer staan, dan moet ik weer zitten. Het is gewoon in je hoofd dan zo gekkenhuis. GGZ loopt ook nog steeds door. Dus dat ook nog, ja.
Maar goed, genoeg over mij gepraat hierover. Ik hoop dat jullie volgende week gaan genieten van de Disneyland Parijs vlogs. Wij zijn natuurlijk 30 juli daarheen geweest. En ja, ik loop een beetje achter door de pijnen en doen. Het is niet leuk. En om iedere keer een vlog te moeten gaan maken over dat ik zoveel pijnen heb, is ook niet leuk. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, ik moet even kijken hoe ik dit ga aanpakken. Maar voor nu kunnen jullie volgende week gaan genieten van 3 keer een Disneyland Parijs vlog. Dus dat is wel super leuk. En daarna ook nog een keertje de verjaardag van Naomi. En als het goed is ook een stukje dat Angelina en Naomi in de vakantie nog naar Happy Camp zijn geweest. Dus dat, als jullie daar naar willen kijken, dan kan dat natuurlijk. Dus, maar voor nu, doe een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer even op het kanaal. Ik ga nu even de vlog kijken van de Bellinga's verder. Want die had ik net niet helemaal gezien, omdat ik natuurlijk de spulletjes en alles moest inpakken. Dus dat ga ik nu doen. En verder rustig aandoen. Oh ja, en vanmiddag moet ik naar het ziekenhuis toe ook nog. En niks ernstigs of zo, maar ik moet een echo van mijn been maken. Dat is van spataderen. Dus er moet een echo van gemaakt worden. En daarna moet ik naar de chirurg toe. En dan gaan we eens kijken wat ze kunnen betekenen waarschijnlijk voor me. Maar goed, dat is voor vandaag eigenlijk een beetje de planning. En vanavond is er een ouderspreek inloop. In ieder geval iets op school van Luciano. Dus daar moet ik ook nog heen. Of dat ik Ferdinand naartoe breng en die gaat. Ik moet het even kijken. Dus maar voor nu, duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal. En later!